Ik ben Sarah Karabulut. Ik zit al 10 jaar in de Tweede Kamer voor de SP. Ik ben weer kandidaat. Ik sta op nummer 5. De SP die staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid tussen mensen en solidariteit. En dat betekent dat in onze partij en in onze visie alle mensen gelijkwaardig zijn en er geen plek is voor discriminatie en uitsluiting. Ik denk dat dat, wanneer voor heel veel mensen is denk ik iets onbekends, maar wanneer je in transitie gaat, dat is een hele ingrijpende operatie, ervaring, een proces, dat het dan heel normaal zou moeten zijn dat je ook verlof krijgt. En wat we in de praktijk zien is dat helaas, omdat dat niet goed geregeld is en niet wettelijk is geregeld, dat mensen problemen krijgen op hun werk. Ik denk dat een evaluatie heel erg belangrijk is. Wij vinden dat alleen jijzelf, wanneer je vindt dat je in transitie moet, dat kunt bepalen. Natuurlijk is het goed dat daar ook een deskundige naar kijkt, van is dit, want het is een nogal ingrijpende beslissing. Maar of dat het moet blijven zoals het nu is, is voor ons echt afhankelijk van die evaluatie. Wat ik zei, wij vinden de zelfbeschikking enorm belangrijk. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Natuurlijk kun je ook naar de leeftijd kijken. Maar dat moet je dus allemaal afwegen. Het is natuurlijk wonderlijk dat sommige behandelingen wel vergoed worden. En dit soort belangrijke dingen die gewoon horen bij een transitie niet. Wij zijn er erg voor dat dat gewoon in het basispakket komt te vallen. Want ja, ik bedoel, transseksueel zijn en in transitie gaan is geen keuze. Dat hebben mensen nodig om weer zichzelf te kunnen zijn. En wij vinden dat dat niet moet afhangen van de dikte van je portemonnee. Dat dat dus in het basispakket hoort. Ja, ik zeg altijd, weet je, in deze tijd waar er toch echt heel veel sprake is van verruwing, uitsluiting, haat. En tegelijkertijd waarin heel veel mensen dat zo ongelooflijk beu zijn, moeten we artikel 1 van de grondwet oppoetsen. Hè, daarin staat het gelijkheidsbeginsel. Wie je ook bent, man of vrouw, wit of zwart, LHBTI, we hebben gelijke rechten. En we hebben ook recht op gelijke behandeling. Gekoppeld daaraan hebben we een antidiscriminatiebepaling. Je mag niet discrimineren op grond van wie jij bent. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. En wij zijn heel erg voorstander van uitbreiding van die wet, door ook de opname van de LHBTI-rechten. En daarmee zijn we ook voorstander van uitbreiding van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat vloeit er eigenlijk uit voort. Ik zou heel graag willen dat we de handen ineens slaan. Voor samenleven, voor één samenleving, voor emancipatie, voor gelijke rechten. En ik hoop dat we dat samen kunnen doen. Daarom zou ik adviseren, stem SP. Als je op mij wil stemmen, kan dat natuurlijk ook. Lijst 4, plek 5, Sarah Karabulut. En ik hoop je de komende jaren te zien in de strijd.